Yo mensen van het kanaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Eindelijk. Hier ben ik weer. Het heeft erg lang geduurd, ik had gewoon geen zin meer. What's up bro? Welkom bij deze nieuwe vlog. Wat ik al zei, we beginnen hier in mijn crib, in mijn man cave. En daar zit Gerda. Het is een naai, maar ik noem hem Gerda. Dan zit hij dan dus de hele dag te fluiten. Je weet niet hoe vaak ik dat deuntje heb moeten fluiten om hem aan te leren. Ik kan hem zo zeggen, mijn woorden altijd. Maar goed, ik heb weer een pakketje. Echt elke vlog gewoon een pakketje. Het staat hier achter jullie voor mij. Aardige doos. Want ik ga weer een nieuwe uitlaat op mijn scooter zetten. Op mijn zip die daar staat. Ik heb pas geleden het ook gedaan, maar een standaard uitlaat is echt 5 kilo geloof ik. 5,15 kilo. En ik heb er nu eentje besteld van 1 kilo. Veel beter ook qua gewicht. En terugloop. Maar ik heb wel een viertakt. Die combinatie kan eigenlijk niet. Maar goed, we gaan gewoon kijken wat hij doet. En dan ga ik hem misschien nog stellen bij een bedrijfje. En dan gaan we zien. Misschien ga ik ook wel harder. Dus we kunnen, het is een sportuitlaat. Maar niet veel meer lullen. Maar gewoon gaan unboxen. Jongens, hier is hij dan. Weer een megadoos. Het is Technijas. Dus het is trouwens niet gesponsord, maar echt, dit bedrijf is wel echt goed. Die levering is zo snel. Dat is helemaal top. Jammer dat ik niet ben gesponsord. Pak het mesje erbij. Is trouwens echt niet veel meer. Het moment. Ik heb ook nog andere dingen erbij besteld. Ik weet wel wat, jullie lekker niet. Goed, hè? Holy shit. Hier zit het in. Een doosje. Bevestigingsmateriaal. Nog meer doosjes. Doos. Wat het eerste eruit komt is. Mora. Kopen vet. Dat heb je altijd wel een keer nodig. Dus ik dacht maar, koop ik gewoon als investering. Kijk, dit is first person view. Deze heb ik trouwens ook uitlaatboutjes voor de zekerheid. Volgens mij had dit eigenlijk helemaal niet gehoeven. Maar ik dacht, ja. Oké, de hele doos is gescheurd, maar goed. Je wordt echt één zieke uitlaat. Dik teruggeloop, jongen. We halen hem uit het plasticje. Zien jullie het goed? Ja. Wow, een zieke pijp. Bevestiging zijn. Wow.
Laat het in het bakje, anders beschadigd het natuurlijk. Oh, mooi joh. Oké, ik ben helemaal uit. Dit is dus het doosje. Ik doe even nog dicht. Zo zeg maar. Ik deed hem open en oh, die einddemper. Ophangen voor de einddemper. Oh. Dit ziet er echt vet uit. Ik weet niet waarom, maar. Oh, je kent het. Kijk, je ziet licht hier. Als ik nu mijn vinger ervoor hou, dan zie je niks. Oh ja. We gaan hem monteren bij de zip. Ik bedoel, de eindtemp op de uitlaat zelf. We hebben de pakking, die moet hier dan. Overheen. Wat altijd denk ik, dat moet wel. Dan. Dan moeten deze twee er sowieso bij. Zo. Zo. Dan draag ik ze zo wel wat vast, hè. Maar check dit plaatje. Dit is echt gewoon gel of zo. Lijkt een beetje vaseline. Ik doe het gewoon een beetje op de schroefdraad. Bling bling. Is toch vet, dude. Ik ben even in Dordt geweest. Niks kunnen scoren. Maar ik dacht, ik ga nu gewoon lekker naar huis. En ik ga verder met de zip. En de terugloop uit laten onder monteren. Hier ligt die jongen. Oh. Zo, lekker ding gewoon. Oh, hij is nog heet. Moet je kijken. Helemaal lek. Je ziet hier gewoon de... Het afzetten van die knallen. Want hier, kijk. He. Het is gewoon helemaal donker. Ik zit nog steeds bij mijn scooter. Maar eindelijk zit hij erop. Het ging echt heel lastig bij die cilinder erop te zetten. Ik ga hem verder monteren. En dan ga ik morgen het resultaat laten zien. Ga ik nu niet meer doen. Dus dan zie ik jullie morgen.
We zijn dus bij mijn crib. En zoals je ziet, we lopen even naar binnen. Ik wil eigenlijk al een tijdje een bestekla. Moet je kijken. We hebben al een la bij mijn desk. En we hebben nu een bestekbak, zeg maar, gekocht. Maar die moet even nog een beetje op maat maken. Maar kijk. Zo, past je gewoon mooi. Maar ja, dan is het gewoon een beetje speling. Maar als we hem zo doen, past hij serieus net niet. Kijk, hier komt hij net op het randje en hier net op het randje. Dus we gaan er gewoon een randje afsnijden en dan zit hij echt perfect gewoon. Hoppakee, hij zit echt perfect in. Kijk. Top. Ik heb een beetje de vorkjes erin, lepel. Oh, geinig man. Hoppakee. We zitten dus inmiddels op. Ik ga even kijken wat het geluid is. Ik weet het eigenlijk al, maar jullie nog niet. Een paar shotjes van mijn nieuwe uitlaat. Ik heb er dus al mee gereden een paar keer, maar hij rijdt echt niet lekker gewoon nu. Want bij de 20 km per uur, dan heeft hij een dip, geloof ik. En hij trekt gewoon niet lekker op. Dus ik ga hem denk ik gewoon een keer, of binnenkort morgen of zo, even bij je monteur langs en dan kijken of hij er wat aan kan doen. Want nu loopt hij gewoon echt niet lekker, dus. Hoppakee. Ja, ziet er toch clean uit, jongen, de city. Maar ja, een soort van beetje schade, dat loopt niet helemaal lekker, maar. Oké, ik zou dan lekker op de plek, maar ja, als ik vol gas ga met scooter, gaat hij gewoon knetteren. Niet echt, ja, ik een beetje haperen. Maar weten jullie wat het is? Dan laat het sowieso weten onder de reacties. Want ik heb er daar heel verstand van scooters. Dus daarom ga ik hem ook dan wel laten...
huis. Heel mijn haren staan erachter. In ieder geval, de uitlaat klinkt wel heel anders. Wel een leuke geluidje ook. Oh ja, voordat ik de video ga besluiten, ik heb nog een idee. Hier ook. Heb ik allemaal hout. Doe ik allemaal helemaal cleanen dat hout en dan opnieuw gebruiken. En dan hier zeg maar, hier heb ik nog ruimte voor mijn tuintje. Bij mijn crib, bij mijn mancave, om iets te gaan bouwen. Ik heb denk ik al een plan. Maar willen jullie dat dan zien? Doe natuurlijk dan een blauw duimpje omhoog. Want dan gaan we gewoon even een dik verander bouwen met barbecue wil ik dan inzetten. En dan van alles en nog wat. Dus wil je dit zien? Abonneer dan ook zeker op mijn kanaal. Om niks te missen. Ik hoop dat jullie zien in de volgende video's. Later.